Vijf jaar geleden starten Patrick en Saskia Gen een frietkraam aan de haven. Verse friet was tot dan toe nog niet te verkrijgen in Winschoten. Wat was de reden om voor verse friet te gaan? De liefde voor verse friet die is in feite ontstaan in Alkmaar, waar ik geboren ben. Ik ging met mijn moeder altijd naar de markt en er was ook een bepaalde tent die had verse friet verkocht. En dat ben ik altijd blijven onthouden. Om hun droom te verwezenlijken vonden ze een geschikte plek om verse friet te verkopen. Met hoeveel kilo aardappelen ben je begonnen 5 jaar geleden? Ja, dat is begonnen met 175 kilo aardappelen in de week. Die verwerkt mijn vrouw Saskia. Inmiddels zitten we rond de 675, 700 kilo vuile aardappelen in de 5 dagen. Dat kun je niet alleen. Met het groeien van de markt steeg ook het aantal medewerkers. We hebben hier inmiddels denk ik een bekende ploeg met medewerkers die knoeihard werken. En die ook staan achter die kwaliteit en voor die kwaliteit. En dat wordt behoorlijk gewaardeerd. Inmiddels hebben wij één man, Hendrik, ook heel bekend inmiddels, in vaste dienst. En daarnaast hebben wij nog 4 scholieren. Die ons op de drukke momenten helpen. Ook de keus van de aardappel is belangrijk en wordt door Patrick zelf uitgezocht en getest. Ik zoek mijn eigen aardappel uit omdat ik mijn kwaliteit niet wil laten bepalen door de tussenhandel. Dus ik ben altijd op zoek naar goede partijen aardappel. En dat kan wel eens een zoektocht zijn waarbij meerdere aardappelen afgekeurd worden. Uiteindelijk vind ik altijd wat. Van heinde en ver komen mensen de verse friet bij Frietambt kopen. Zelfs uit Duitsland komt men voor deze specialiteit. Ook in de test van het AD onlangs komen ze uitstekend voor de dag met een 8,5. Dat cijfer is tot stand gekomen op geur, smaak, kleur. Plus ze hebben een portie meegenomen in het laboratorium. En dan krijg je een algeheel cijfer, krijg je daarvoor eens een 8,5 geweest. Na 5 jaar hard werken is zo'n hoge waardering op zijn plaats.